Elson Hooy, NAC thuis 0-2. Een waardeloze wedstrijd, of niet? Ja, verschrikkelijk. Het zat ons gewoon niet tegen. Penalty tegen. Tommy raakt nog geblesseerd. Ja, echt niet te beschrijven. Ja, alles ging fout eigenlijk, hè? Ja, alles ging fout. En eigenlijk begonnen we heel goed, hadden we de wedstrijd onder controle. En dan geven we het gewoon helemaal weg. Geen woorden voor. Echt geen woorden voor. Ja, Willy werd er al na 40 minuten uitgestuurd. Heb je gezien wat er daar gebeurde? Het was een beetje vasthouden, maar volgens mij liet hij op tijd los. En die Sadiq die gaat liggen en die scheids geeft hem. Ja, van mij had het niet gehoeven. Het was niet eens dat hij zeker erin zou schieten of wat dan ook. Dus belachelijk. Ja, snel vergeten dit lijkt me. En dan, je staat nog wel op de achtste plaats als Heerenveen morgen verliest bij Ajax. Blijft dat zo? Is dat dan nog een klein plusje? Ja, zeker, zeker. Maar we moeten wel naar onszelf kijken. We moeten zelf gewoon onze punten gaan pakken weer. Maar ik ben daar niet bang voor. We blijven gewoon een team, dat is onze kracht. Dus ik weet zeker dat we ook de punten weer gaan pakken. Ja, volgende week revanche maar nemen tegen Excelsior? Ja, zeker. Dat is wel nodig, ja.